Helemaal leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij, Fireken No Way. En we gaan vandaag episode 2 van de Untold Story spelen van Dead Rising 3. Deze expansion packs heb ik gekregen door livecodes en psncode.nl. En daar wil ik ze nogmaals voor danken. En we gaan nu verder met episode 2. En ik ben benieuwd. You think you know what happened? You watch the news, listen to the speeches, saw the videos. What you don't know is, all of it got recorded. Every hero, every coward, every goodbye. And a handful of people with one last chance for revenge, justice, duty, redemption. I know, because I watched it all. Okay, okay. Untold stories of Los Perdidos. The so-called illegals, infected and underground. These people made a choice years ago to resist government surveillance programs, rely on each other, always on the run. Some of these people have sacrificed a hell of a lot. And sometimes, like Angel Keanu, too much. We're not gonna have enough Zombrex to last us for 3 days. What are we gonna do? Man, do you got any food? I'm so hungry. Angel. Angel! Oh, het begint al gezellig. Morning, Angel. Oh, wait. It's nighttime. Mm. Just taking a little me time, Dougie. That shit is top shelf. Angel, I know we've lost a lot of people lately. I know, man. I'm the one who found what was left of him. Listen, we need to keep it together and stay alive. And sober. You know I'd never let the family down, right? Het is inderdaad niet zo handig om dronken te zijn terwijl al die zombies rondlopen. Central, right into the seawall. Might be people alive on there, or at least some medical supplies. Let me know if you find anything. On my way, Dougie. You know I hate it when you call me that. Oh, I sure do, Dougie. Juist ja, het lijkt erop dat we medical supplies moeten gaan halen. En ik speel met Angel. Probably be on deck, and they might be injured. Hurry, let me know when you get there. On my way. Oké, we spelen hier met Angel. We moeten op zoek naar een jacht. En ergens heb ik het gevoel dat hier heel veel zombies buiten zijn. Dus ik kijk gelijk even voor mij heen. Zijn er dingen die ik gelijk kan meenemen? Nou ja, ze heeft in ieder geval die fles wodka nog bij er. Maar nog een fles is natuurlijk super handig. En laten we gelijk nog één meenemen. En nog één. En laten we er gewoon nog één meenemen. Weet je, ik weet niet veel. Het is wel handig, denk ik. Want meestal zorgt het ervoor dat je in deze game tenminste je leven erbij krijgt. In real life moet je dat zeker niet doen. Want ik denk dat het niet de goede kant op gaat. Maar oké. Laten we gaan beginnen. We hebben in ieder geval een aardige supply aan wodka mee. Dus dat moet wel goed komen. We hebben ook een of andere rare stok met punten erop. Die ze volgens mij heel lang geleden ook gebruikte bij oorlogen en dergelijke. Maar ja, laten we op weg gaan. Het is hier 400 meter vandaan. En ik zie dat hier ietsjes te veel zombies zijn. En daar hebben we niet echt heel erg veel zin in. Even kijken wat ook weer rennen was. Ook wel even handig om uit te zoeken. Ik heb alweer een tijdje deze game niet gespeeld. Maar we gaan verder met de storyline, ja, storyline van de expansion packs. We hebben in ieder geval een motor gevonden. Zo. En met deze motor kunnen we in ieder geval al een stukje de goede kant op gaan. Eens even kijken. Laten we eerst even kijken waar we precies heen moeten. De waypoint staat aan deze kant van de map. Helemaal onderaan bij het schip, de jacht. En daar kunnen we alleen maar heen via een jump hier over de snelweg. Die kan ik me nog goed herinneren. Op zich is het niet een hele moeilijke route. Straks gaan we daarna gaan we naar links. Daar gaan we naar rechts. Rijden we de hele tijd door. En dan zijn we daar eigenlijk alweer. Dus dat moet wel gaan lukken. Dus laten we beginnen met de rit die kant op. Even kijken hoe ik het beste kan rijden. Hier is een schansje waar ik overheen kan. Zo.
En we zijn op weg. Op weg naar een jacht waar we waarschijnlijk medical supplies kunnen vinden. En eventueel survivors. Oftewel mensen die daar nog zijn en het allemaal overleefd hebben. Verder heb ik nog 2 attribute points die ik in kan zetten. En ik zit even te kijken waar ik die in kan zetten. Zodat ik misschien 1 dingetje vol maak. Food mechanics. Interesting, maar... Ik zit een beetje te kijken, wat is handig. Ik zet het gewoon allemaal lekker in live, weet je. Straks krijg ik wel weer punten erbij. En daar heb je altijd wat aan, wat meer leven. Even kijken, we gaan hier naar... Ik ben hem nu al de weg kwijt. We zijn al te ver doorgereden, geloof ik. We moeten ietsjes terug. Ja, we moeten terug. Er zijn wel veel zombies hier, dus laat ik snel doorrijden. In een auto zit je iets veiliger dan in een motor natuurlijk. Oké, dan moeten we hier geloof ik naar links. De kende map van... Los Perdidos of Los Santos. Nee, het is geen Los Santos. Ja, Los Perdidos ken ik ondertussen wel een beetje. Even kijken waar de schans is. Die zit hier zo. Nou, we hebben in ieder geval de schans gehaald. We zijn nu in ieder geval aan de andere kant van de map. Ander stadsdeel. Ik zie hier een aantal guards staan die waarschijnlijk nu op mij beginnen te schieten. Oh, shit. Oké, ze beginnen ook flashbangs te gooien. Ik zit hier met een motor vast. Oké, mijn motor die gaat ontploffen elk moment, dus laat ik nu maar makkelijk wegkom. Ik heb geen zin om met deze heren problemen te zoeken. Ze zijn meestal niet zo aardig. Laten we een beetje tussen alle zombies heen sprinten. There we go. Op zoek naar een nieuw voertuig. Volgens mij kunnen we hier links wel ergens een dikke auto vinden als die nog steeds staat. Ja, hij staat er nog steeds, die groene. Een Lamborghini. Dus even mezelf door de zombies heen slaan. There we go. Hier overheen klimmen. Ik zat vast met mijn dikke reet. En instappen maar in deze super dikke sportauto. Ondertussen pas ik heel even mijn geluid aan. Zo, want ik kom mezelf bijna niet. Even kijken. Hoe komen we hier weg? Want er liggen hier een aantal blokken. En daar is een grote truck. Dus we moeten natuurlijk wel met deze auto zien weg te komen. Voor mij kan ik wel tussen die bomen die muur door. Dus laten we dat maar proberen. Yeah, there we go. Past het? Yes. En nu gaan we met deze auto op weg naar het jacht. En ik ben benieuwd wat er bij het jacht te doen is. Misschien zijn er wel allemaal mensen die we uiteindelijk moeten gaan helpen. Er zijn in ieder geval medicijnen die we nodig hebben. Want we zoeken natuurlijk ook Zombrex. Want zonder Zombrex dan gaat het niet zo best. Want als je gebeten wordt of whatever door een zombie, dan heb je Zombrex nodig. Een soort van antigif, anders vang je jezelf ook in. Dus dat is wel belangrijk. Ik zie heel veel rode barrels. Te veel rode barrels. Waar ik maar even rustig omheen moet rijden. Want ja, jullie weten hoe het meestal is met de rode barrels. Meestal niet zo heel goed. Dan laat ik ook maar uitspringen. There we go. Net op tijd. Dat was wel een mooie timing. Oké, we zijn in ieder geval bij het jacht aangekomen. Nou, het jacht is niet zo heel mooi meer. Het staat in de fik. Er zijn ontploffingen geweest. Hopen dat er nog mensen hier zijn. Maar het ziet er in ieder geval niet zo best uit. Nou ja, we moeten in ieder geval op zoek naar medical kits. Die zijn natuurlijk heel erg handig. Er zit ook verband in en dergelijke. En waarschijnlijk medicijnen die altijd handig zijn om te hebben in een zombie apocalypse. Even kijken, we trappen deze deur open. Hier is allemaal brandweer. Wat zijn het? Brandweermannetjes. Oh, met accents en zo. Even snel daarheen, hup. Als ze met bijlen beginnen te slaan, zijn we niet echt op te wachten. Het zijn de brandweermensen die waarschijnlijk deze boot hebben geprobeerd te blussen, maar... Het is dan toch niet helemaal best afgelopen. Want ze zijn redelijk sterk. Dus misschien moet ik een beetje opletten wat ik hier aan het doen ben. Ik heb namelijk nog niet zulke beste wapens. Laat ik in ieder geval maar eventjes een flesje alcohol nuttigen. Kijk, het hield lekker. Ik zie in ieder geval hier eens op de grond liggen. Ik probeer het op te pakken, maar... Mijn nieuwe vrienden die hebben daar niet zo heel veel zin in. Ik heb eigenlijk een beter wapen nodig, wat ik elke keer hier op de grond van heb. Ik heb in ieder geval supplies gevonden. Laat ik in ieder geval maar weer maken dat ik wegkom hier, want voor mij ben ik hier nu klaar. Voor mij heb ik niet heel veel meer nodig hier. Dus even kijken of ik hier op kan klimmen. Nee, dat kan niet. Dan moet ik toch weer dezelfde uitgang zoeken. Met al die brandweermannen die hier in de weg staan. Jongens, ga eens aan de kant. Ik heb helemaal geen zin in jullie. Die maken het alleen maar lastig. Oké, in ieder geval, ik heb hier mijn medical kit. En nu moet ik naar de safe zone... In South Alumda. Dus laat ik die kant maar even opgaan. Dus even eerst kijken welke kant dat op is. Natuurlijk weer aan de andere kant van de map. Het enige wat ik in deze game een beetje haat.
is, ja, de map is op zich niet extreem groot. En het enige wat ze doen is je rondjes door de hele map leiden. En er zit wel op zich wel een vet verhaal in. Maar het is eigenlijk alleen maar rondjes lopen. En van die kant van de map weer naar die kant gestuurd. En dat begint me op een gegeven moment toch wel een beetje te irriteren. Dus even kijken. We hebben weer een, voor mij een nieuw flesje alcohol. Nee, we hebben een pistool gevonden. Ah, ook handig. Zit ze weer vast met de dikke reet. Oké, okay, there we go. We hebben hier een motor. Laten we deze motor gebruiken om in ieder geval een stukje dichter bij mijn objective te komen. En laat ik ook even de map in de gaten houden, want we zijn iets aan het vergeten. Er zijn namelijk hele leuke dingen te vinden. En dat zijn natuurlijk de blueprints en dergelijke, zoals hier ligt er een. En hier zijn allemaal collectibles. En de collectibles maken me niet heel erg veel uit nu, want dat is meestal voor achievements. Maar blueprints zijn ook wel leuk om een beetje te gaan verzamelen, want met deze blueprints kan je nou eenmaal leuke dingen maken. Oké, dit raam is kapot. Dan, ik bedoel heel, dus we moeten het raam even kapot maken. Ik weet dat hier een blueprint ligt. Dat denk ik tenminste. Daar zie ik een leuke barrel. Ik weet niet, maar dit schiet echt voor geen meter. Want ik sta hier bij de muur en het enige wat ik zie is eigenlijk mijn achterhoofd. Even kijken of we een special een combo kunnen doen. There we go. Een mooie combo. Een mooie finisher. Weet je, ik vind deze blueprint eigenlijk wel best. Ik ga verder. Stap in. Stap op die motor. Kom op. Stap op die motor. Ah, ik word aan alle kanten gemapt. Stom mokkel. Pak van die motor. Nou, oké. Okay. Ik denk dat we toch maar weer ergens anders heen moeten. Want dit gaat hem niet worden. Op zoek naar een nieuw vervoersmiddel. Want mijn motor is omgevallen op de grond. En er zijn te veel zombies om een motor weer overeind te kunnen zetten. Dus we lopen even rustig rond. Kijk goed om ons heen. Is er een plek waar we een auto kunnen vinden? Voor mij, ja, de auto's horen meestal te knipperen. Ja, there we go. Een taxi. Een taxi, een goed vervoersmiddel. Laten we deze maar pakken. En deze taxi gaat me weer een stukje dichterbij mijn objective brengen, want we pakken hier gewoon een via de brug, een soort stukje snelweg. En zijn we er een stuk sneller dan normaal. Eens even kijken. Ja. Nou, er zijn wel heel erg veel zombies hier. Dus er blijft niet heel erg veel van je auto over. Een schans, ook handig. Zo. En hier even opletten. Hoe komen we hier doorheen? Oh, hier is een schans die ik over het hoofd zie. En ik word op dit moment beschoten door iets. En dat zijn die gasten die daar bovenop staan met RPG's en zo. En dit is geen goed dingetje. Geen goed moment. Op dit moment, ik heb geen wapens, dus ik kan niet op lange afstand schieten. En er staat daar een dude met een RPG. En lopen nu ook al te flashbangen. Dus ik moet nu echt maken dat ik wegkom. Want elke keer als ik moet opstaan, dan heeft hij al zijn gun gereload. Nou, oké, okay, we hebben dit stukje ook weer overleefd. Dus, tijd voor wodka. There we go. Drink maar op, goed zo. We hebben in ieder geval weer een volle levensbalk. En we kunnen weer verder naar waar we naartoe gaan. Richting het objective. Een safe zone. Waar we waarschijnlijk even veilig zijn. Dus even kijken waar ik precies heen moet. Even op de minimap checken. Ik ben alweer een stuk dichterbij. Maar ja, wat is de veiligste route? Ik denk dat ik hier maar gewoon ergens tussendoor kan. Ik denk dat het wel kan. En dan loop ik gewoon voor deze weg naar mijn objective toe. Dat valt wel mee hoe ver weg het is. Daar ben ik binnen enkele minuten. En ik ben benieuwd wat er in de safe zone is. Zijn er mensen die me gaan helpen? Hebben die de medical supplies nodig? Ik weet het niet. Eens even kijken. We gaan hier naar beneden. Oh. En de zombies beginnen goed te krijsen. Dat betekent dat ze honger hebben. Ik zoek eigenlijk nog steeds een voertuig. Oké, er werd van alles gezegd waar ik niet echt op heb gelet. Dus dat is eigenlijk niet zo handig. Maar het is eigenlijk wel tijd dat ik even nieuwe wapens moet hebben. En op zich in een safe house kan je dat hebben. Ik zie hier allemaal gastjes met guns. Maar dat zijn oude militairen die ook geïnfecteerd zijn door het zombievirus. Dus die zijn niet zo gevaarlijk. Behalve dat ze als een debiel in het rond schieten. Maar ze schieten niet gericht. In ieder geval, nog 80 meter zoals je ziet. Het safe house is hierboven. En ik heb veel last van alle zombies die hier rondlopen. Dus even kijken hoe we daar binnen moeten komen. Want soms heb je echt wel
Oké, okay, we moeten het via het dak benaderen. Ga van me af. Goed zo. En we moeten kijken hoe we hierboven kunnen komen. Ik denk via inderdaad het huisje hiernaast. Hij zei al via het dak. Dus ik denk als wij hier deze vrachtauto opklimmen die hier gecrashed is tegen het gebouw. Dat we op deze manier hier wel naar binnen kunnen. Ja, yeah, there we go. Een safe house. Is het een veilig safe house? Yes. Ik heb het safe house al een keer veilig gespeeld met Nick. Maar voor mij is in ieder geval niet zo goed nieuws. Voor mij had ze wel iemand anders verwacht hier, maar oké. Okay. Eens even kijken. Er liggen hier nog meer en Spike Mace. Nou, die hebben we al. Laten we eens gaan kijken in de weapon locker of ik hier ook de spullen kan benaderen die ik eerder al in de game heb gemaakt. Allemaal guns. Allemaal granaten. En blunt. En voor mij hebben we hier wel een aantal. Ik zit een beetje te kijken. Voor mij zitten niet al mijn wapens ertussen. Ik zie er voor wel dat ik aardig wat nieuwe dingen erbij heb gekregen. Omdat ik de expansion packs heb geïnstalleerd. En daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. We krijgen gewoon super, super dikke wapens. Door de downloadable content. En ik begin me af te vragen wat ik moet nemen. Want er zijn echt wel hele vette dingen hier tussen. Een hellblast zal een enorme superbom zijn. Een railgun. Weet je, jongens, ik sowieso één ding kan ik gewoon niet hier laten. Dat is sowieso de turbine. Ik weet niet wat het is, maar ik denk dat ik er zombies mee naar achter kan blazen. Dus we pakken het en we switchen even weer dat we weer een andere slot vrij hebben. Dan gaan we opnieuw even de weapon locker in. En wat ik ook graag wil is, nou, een drone turret is iets te groot denk ik om mee te nemen. Maar wat we wel kunnen doen is de minigun. Waar stond die ook weer? Ik zag net een minigun. Ja, yeah, there we go. Ik denk dat ik hier aardig wat zombies wel mee neer kan maaien. Ik rel deze ook gelijk in, want ik vind het eigenlijk niet echt een bijzonder wapen. En de alcoholische drankjes neem ik liever mee. Want dat zorgt er gewoon voor dat je heel veel leven er weer bij krijgt. Dus even kijken, wat hebben we nog meer voor super zieke downloadable content wapens erbij? De beast. The fuck, een zaag gecombineerd met een shotgun of zo. Nou, voor mij zijn er zelfs nog inderdaad betere versies van de turbine. Want ik zie hier ook een soort van turbine gemixt met van alles en nog wat. De splitter. Nou, ik neem deze wel mee. Ik denk dat ik hier wel eventjes mee vooruit kan. Oké, okay, dus even kijken waar we nu heen moeten. Want er is vast wel een nieuw object. Search for the clues. Oké. Okay. Ik moet ergens naar gaan zoeken. In deze gele cirkel op de map. Dus goed rondkijken. Misschien vind ik wat. Laat ik even deze fles alcoholische drank maar even hier droppen. Zo. Het flesje ligt daar heel netjes. Dan kan ik tenminste iets oppakken als ik iets moet oppakken. Maar nou, wat moet ik op zoek? Hier ligt in ieder geval een lichaam. Ik denk dat we die sowieso even moeten inspecten. Hé, hey, daar loopt iemand. Oké, er zijn nog levende mensen dus. What's happening? It's Winnie. She's running away. Follow her. She's probably freaked out of her mind. Oké, nou. She's leaving a trail of blood too. Follow it. You've got to find her. Nou, ondertussen gaan we maar snel op zoek naar dat meisje. En inderdaad, ze heeft een trail of blood. Dus ik zie allemaal bloed op het ijzer, op de grond. En laten we dat maar volgen. Is ze hier nou naar beneden geklommen? Oh god, Winnie, wat ga je doen? Alsjeblieft, kom terug. Ik roep haar nog. En ik ben geen zombie. Want, nou ja, whatever. Ik moet toch achter haar aanrennen. Ook al heb ik ergens het gevoel dat het geen goed idee is. Maar ja, natuurlijk moet ik haar helpen. Dus even kijken, waar is ze? Waar is ze? Ik zie nog steeds een bloedlijn lopen hier over de grond. Dus laat ik dat maar gewoon blijven volgen. Ik weet alleen wel als er zoveel aan het bloeden is, dat het niet zo best is. We moeten hier naar binnen. Oké, ik heb bloed. Waar is het bloed? Het bloed loopt hier weer naar buiten toe. En het loopt hier over de straat heen. Maar als je zo erg aan het bloeden bent, ik vraag me af hoe lang je het dan blijft leven. Oké, Winnie.
Kom hier. Ze rennen nog steeds weg. De missie is nog steeds Follow the Trail of Blood. Nou, dat hebben we in ieder geval gedaan. Oké, ze is hier. Je hoeft niet te bang te zijn voor mij. Ik weet wel dat zij er van haar bloed is, dus blijf bij mij. Ik zorg goed voor je. Is dat jou? Holy shit, you scared me. Are you okay? Oh, Angel, it was so horrible. You're bleeding. It's not my blood. Dat zou ik net zeggen. Ik dacht al, dit is niet haar bloed. Want ik zag geen wondjes. I'm okay. But the others. Who did this? It was Spec Ops. They grabbed some people and took them. I don't know where. Took people? What the hell? I don't know. But I heard them say they were closing off parts of town to catch survivors. They said they were going to the school. They're coming here? Angel, you have to get back here now. Sunset High. I'll slow you down, Angel. You go. Hurry! Hurry. Get back here, Angel. I'll get ready. They're blocking off roads around the city. Okay. You have to go through the riverbed. There's some gas canisters over there. Klinkt niet zo best. I saw the Spec Ops using them. Nou, in ieder geval, het is goed dat ik mijn wapens heb meegenomen, want zo te zien zijn de Spec Ops naar ons op zoek, want die willen alle survivors te pakken krijgen. Terwijl ik eigenlijk denk van, hey jongens, de Spec Ops help ons tenminste, maar dat is blijkbaar niet het geval. Ze willen ons gewoon pakken en misschien wel vermoorden. Maar we gaan via de riverbed ontsnappen, dus we moeten deze kant op. En inderdaad, hier is de riverbed, dus ik ga eens even kijken, waar ben ik nu? Ik ben nu hier. Dus dat wordt nog een aardig stukje lopen. En ik ben benieuwd wat de bedoeling is. Want ik moet nu natuurlijk snel terug naar mijn andere vrienden. Op zich logisch, want een grote kans dat ze inderdaad daar straks heen komen. Dus ik ga er maar heen. En ik ben bang dat ik wel op wat verzet ga stuiten. Eigenlijk redelijk logisch. We zetten ons waypoint. En we gaan deze kant op. There we go. Waypoint is gezet. En laten we hopen dat we niet op al te veel verzet stuiten. Want eigenlijk kan ik wel even wat guns mogen meenemen, bedenk ik me net. Een RPG of zo. Maar die hebben we helaas niet. Dus naast de zombies hebben we nu nog een vijand. Namelijk de Spec Ops. Hier kan ik me al redelijk doorheen zagen, denk ik. En zolang ik niet hoef te zagen, dan ren ik liever. Zo. Ik zie dat hier van alles is wat ik... Waar ik mensen mee kan helpen. Wat is security camera's? Het zijn allemaal dingen die je kapot kan maken en doen voor de achievements. Maar ik vind het belangrijker dat mijn vrienden in deze game het overleven. Dus laat ik me zo snel mogelijk die kant op gaan. Dus even kijken. Ik word ook in mijn nek gebeten door een zombie. Zo. We zijn weer een stukje dichterbij. Dus even kijken. We rennen langs al deze zombies. Zombies met machine guns. En zo. Even kijken, we kunnen achterlangs deze brandweerauto. En daar zagen we ons gewoon even doorheen, want de zaag die ik nu heb is echt super bruut. Hetzelfde als de andere twee special weapons, zoals deze turbine. Ik weet nog niet wat die doet, dus laten we het uitproberen. Ja, dat dacht ik al. Mag je me wel uitleggen hoe je het voor elkaar krijgt, omdat ik hem toch nog vast te kunnen houden dan, maar ja. Eens even kijken. We gaan richting ons objective, get to the Sunset High School. En daar zijn ook mijn vrienden die ik moet gaan helpen. Oké, ik moet ook nog eens een keer op gaan letten op propaganda posters of zo, hoorde ik. Nou ja, laat ik eerst maar ervoor zorgen dat ik daar eens levend aankom, voordat we daaraan gaan denken. Dus even kijken, we zijn in ieder geval op de goede weg. Ik vraag me alleen af, maak ik de zombies dood? Door deze turbine. Nee, ik blaas alleen weg. En dat is handig, maar ze kunnen beter dood zijn. Dus misschien moet ik me daar wel meer op concentreren. Oké, we zijn onderweg. Sorry, ik zat even te gapen. Ik ben een beetje moe, lange werkdag gehad. Maar we kunnen in ieder geval ontsnappen via hieronder. Waar ik ook ben begonnen met de Lost Stories
expansion packs. Want zoals je ziet, of ik weet niet, is dit niet dat. Nou ja, whatever. In ieder geval, ik heb hier een helikoptercrash gehad. Met een ander poppetje. En toen kwam ik hier terecht. En ik zie dat hier nog extra survivors zijn. Natuurlijk gaan wij niet iemand dood laten gaan hier. Dat kan gewoon echt niet. Dus jij gaat niet zo heel veel doen denk ik tegen mijn light machine gun. Mijn minigun. Dus het is toch best moeilijk om een beetje fatsoenlijk raak te schieten. En ik vind dat hij best wel veel levens heeft. Nou jongens, heb ik jullie geholpen? Het zijn in ieder geval survivors die het hebben weten te overleven. Door mijn komst. En ja, dat is altijd een fijn gevoel. Zo. Vraag me nu af wat ze gaan doen. Gaan ze nu met mij mee of gaan ze verder proberen te ontsnappen om deze stad uit te komen? Het lijkt erop dat ze een peren. Nou, graag gedaan. Ik ga ook weer verder met waar ik mee bezig ben. Get cover now. Oké. Wij gaan hier naar boven. Op weg naar mijn objective. Mijn objective is 200... meter hier vandaan. En voor mij is dat nog redelijk te doen. Lopend. Er staan sowieso geen auto's hier. Zo, zombies even allemaal aan de kant. Goed zo. Want met deze minigun pakken jullie allemaal wel. We gaan eens even kijken. Ik heb ook een combo met een minigun. Ik vraag me af wat voor combo er nou weer op een minigun zit. Nou ja, whatever. Laten we snel doorrennen. Dat ik gelijk ook even mijn zaag pakken. Dan kunnen we lekker zombies mee door midden zagen als ze in de weg staan. Zoals nu. There you go, jongens. Allemaal aan de kant. Oh, dat zijn politie-zombies. We zijn nu in het metrostation beland. Metrostation zijn natuurlijk veel zombies. Want ja, alle mensen in de metrotreinen zijn natuurlijk ook geïnfecteerd. En ja, zombies houden ook niet echt van licht buiten. Dus als het dag wordt, dan verstoppen ze zich graag ergens. En ja, wat is nou een betere plek als een metrostation? Dus even kijken. We hakken ons hier doorheen. Ik zie nu dat ik één balkje heb. Dan moet ik heel erg snel handelen, anders ben ik dood. Kut. Dat is niet zo slim. Ik heb eventjes niet op mijn levensbalkje gelet. Waardoor ik dus geen vodka heb gedronken. En ja, zonder vodka gaat deze alcoholist natuurlijk dood. Dus ja, we doen de last checkpoint. Hopelijk is het niet al te ver terug. Ik denk dat we ergens terugkomen waar ik net die mensen heb geholpen. Dus dat is nog wat te overzien als dat het is. Ik hoop niet dat we heel veel verder terug zijn. Maar ja, inderdaad. Jongens, let op je vodka level. Want als hij geen alcohol krijgt, dan gaat ze inderdaad dood. Oké. Ik was net te laat. Ik had eigenlijk alleen maar X hoeven drukken. En dan hadden we het overleefd. Maar helaas. Nou, we doen het gewoon even overnieuw. We zijn nog steeds op weg naar de high school. Waar mijn vrienden zijn die ik moet gaan redden. Of nou ja, ik moet naar ze toe. En er is een grote kans dat de gewapende Spec Ops straks richting de school gaan. Zullen we kijken, waar ben ik? Oh mijn god. Dit vind ik niet leuk. In ieder geval, ik ben een goed stuk teruggezet. Ik was net al hier. Hier binnen was ik. Hier is een metrostation en ik moest daarheen. En ik ben gewoon dood gegaan. En ik ben nu weer helemaal hier. Op de meest fucked up spawnplaats in deze game. Ik ben nog steeds een beetje tegen de spawnpoints in deze game. Want ze zijn echt niet chill. En 900 meter is heel erg ver. Het is gewoon echt, nou, letterlijk de hele map door. Maar oké, okay, we gaan die kant weer op. Ik ga het met de benenwagen doen. Ik ga even niet helpen met deze executie. Vermoord ze maar. Want ja, ik moet toch mijn game weer een stuk opnieuw doen. Ik heb al een groepje mensen gered. Dat vind ik wel mooi geweest van vandaag. Dus even kijken. Het is 800 meter hier vandaan. Ik probeer een beetje de afsnijroute te pakken. Waar niet al te veel zombies zijn. Want als het niet nodig is, blijf ik liever zoveel mogelijk uit de buurt. Nou jongens, aan de kant. Want ik heb wel een vliegtuigmotor onder mijn arm waar ik jullie allemaal mee kan wegblazen als jullie wegstaan. Zo. Zo. Dat ding vind ik best wel vet. Ik zou dat ding ook wel weer live willen hebben.
Oké, toch even de map nog checken, want het is niet een al te makkelijke route om daar te komen. Oké, het is gewoon nog een stukje erdoor lopen. En dan weer naar rechts. Nou, dat moet goed komen. Nadeel is, het stukje erdoor lopen ziet er ietsjes moeilijker uit als gedacht. Dus we proberen even een andere manier te nemen. Ik denk dat we hier wel naar links kunnen. Ja, yeah, there we go. Dus in ieder geval een stuk rustiger straatje als waar ik net doorheen wou lopen. Ik zit te kijken. Hebben we misschien een voertuig die we kunnen gebruiken? Ik zeg het en ik zie een voertuig. Beter kan haast niet. We pakken deze U-Drive taxi. En we gaan met deze taxi in ieder geval een klein stukje rijden weer richting de tunnel. Want ja, waarom zou je het lopen tussen al die zombies door als het niet nodig is? Dus even kijken. We rijden ons er gewoon doorheen. Het is alleen een manier hoe je auto snel kapot gaat. Maar ja, deze auto die staat toch al op de deadlist. Oké, we stappen uit. We gaan een stukje lopen over deze weg. Weer richting de tunnel. En hopelijk halen we deze keer wel door het metrostation. Dus even kijken. We gaan hier tussendoor. Oké, ik word er al geroepen dat ze echt nodig hebben. Ja jongens, ik kom eraan. Angel is coming. En even kijken, we kunnen hier tussendoor. Zo. En hier is het begin weer van de tunnels als ik dit stukje heb afgelopen. En dan zijn we weer net zover als waar ik net was. Alleen deze keer ga ik het slimmer aanpakken en ga ik ook even mijn vodka level, of in ieder geval gewoon mijn health bar, ga ik even vullen voordat ik überhaupt het metrostation in ging gaan. Want dat was ik de vorige keer dus vergeten. En dat is me duur komen te staan. Namelijk met de dood. We lopen nog steeds de goede kant op. Ik zie veel zombies hier. Die lopen hier allemaal te chillen. Ik blaas ze natuurlijk allemaal weg. Met mijn turbine. We kunnen hier omhoog. Tussen de hekken door. En dan zijn we alweer aardig in de goede richting. Even kijken, we blazen deze mensen aan de kant. Let's go, let's go. Die staan allemaal in de weg. Zo. 150 meter. Het was best wel een stukje nog, maar we zijn in ieder geval gaan de goede kant op. Ik wil toch even nu een vodkaartje hebben voor de zekerheid. We schudden eventjes. En we zuipen het op. There we go. Volle levensbalk. Nou ja, bijna volle levensbalk. Ik ga niet mijn punten verpesten aan dat ene blokje vol te maken. Dus we gaan verder. En ik word weer gegrepen door een zombie. Blijf van me af. Ik snap dat jullie hem allemaal leuk vinden, maar ik ben niet zo van het aanraken, jongens. Allemaal oprotten. We moeten die kant op, dus we moeten wel echt het metrostation in. Dus dit wordt wel even een zaagkarweitje, want ik moet er natuurlijk gewoon letterlijk doorheen zagen. En als ik dat niet doe, dan haal ik het waarschijnlijk niet. Dus even kijken, we zijn niet zo ver meer, maar het is in ieder geval wel het metrostation des doods. En ik zit een beetje een oplossing te zoeken hoe ik hier makkelijk zo heen kan komen. Hier zie ik een deur. De metro is in ieder geval redelijk goed beschadigd. Dus ik ga er niet meer van uit dat de metro's in één keer gaan rijden. We zagen ons al steeds door de zombies heen. Er staan al steeds zombies hier bij de trapgaande kant. Jongens, we zijn in de weg. There we go. En oproep voor alle zombies. Als jullie nu aan de kant gaan, dan zag ik niet jullie hoofd eraf. Hopelijk hebben ze geluisterd. Nog 21 meter, weet je. Ik zit nog gewoon even op een sprintje. En we gaan zien wat hier is. There we go. Voor mij ben ik alleen maar een klein stukje dichterbij. Meer dichterbij. Naar mijn objective. Oké, het ziet er nu niet zo heel erg veel meer ver meer uit. Ik denk dat het nu wel moet lukken. Er zit alleen nog wel hier wat in het riool. Verstopt. Zombies zitten echt letterlijk overal. Zo, we rennen even door. En gaan zo ergens omhoog. Even kijken. Kunnen we hier ergens een ladder vinden of zo? Ik ben in ieder geval onder ze. Ik vind het wel leuk om te zien dat hier een blueprint ligt. Dus laten we die even oppakken. Het lijkt op een winkelwagentje. Met de optie om allemaal dikke wapens op te zetten. Dus ik vraag me het een beetje af. Een pitchfork. En een shoppingcar. Dat is de vraag. Is dat al genoeg? Ik denk het wel. Shoppingcar.
jij aan de kant. Goed zo, de shoppingcar nu even proberen te zien te bemachtigen. Pak het op. Pak de shoppingcar. Voor mij was het gewoon B drukken. Maar hij wilde niet. Of zij wilde niet. Kom op. There we go. Ik heb nu een winkelwagentje. En daar kan ik vrij weinig mee, zie ik al. Zal ik die maar snel loslaten weer. Is het nu dat ik een combo kan maken met deze twee? We gaan zo eens even kijken wat ik allemaal voor benodigdheden nodig heb voor mijn winkelwagentjes wapen. We hebben de blueprints. Dus laten we even de nieuwe zoeken waar die tussen staat. Want we hebben deze zojuist gevonden. En ik zit een beetje te kijken. There you go, the weapon card. Ik heb nodig een pitchfork, die heb ik al. Ik heb nodig een shopping car. Enfin, ik heb de pitchfork. Fork heb ik nog niet. Oké. Een axe. Hoe de fuck kom ik aan een pitchfork? Dan moet hij dan wel ergens liggen, denk ik. Aan de kant heb ik al een crowbar. Dat is iets anders dan een pitchfork, maar... Het is wel beter als niets. Ik ga toch even een karretje pakken. Ik kan geen combo maken nu met hetgeen wat ik heb. Dus ik vind het een beetje een lastige... Ik vind het wel een lastige blueprint. Maar ja, oké, weet je, we kunnen het natuurlijk ook zonder zo'n stom winkelkarretje. Leuk om door Albert Heijn mee te rennen als je meedoet aan zo'n race. Zo'n karretje met allemaal van die spikes en shit erop. We gaan weer even naar boven, denk ik. Eens even kijken, kunnen we hierheen? Zijn hier ondergrondse gangen? Voor mij moet ik gewoon letterlijk rechtdoor hier omhoog en dan over de straat daarheen lopen. Dus laat ik dat maar doen. Laat ik me maar bezighouden met de route waar ik heen ging en niet de route waar ik vandaan kom. Dus hopen dat er overal deuren zijn en trappetjes inderdaad die open zijn. Ik zie veel van alles. Er ligt hier een zwoord. Ah, wat hebben we laat maar. Oké, we zijn in ieder geval nu bijna weer boven. Het is hier alleen een beetje donker. Oké. We kunnen hier naar buiten en dan lopen we naar ons objective toe. En dan ben ik benieuwd wat ze te vertellen hebben. Ik zie dat de deur nog steeds open staat. Waarschijnlijk hebben ze de garage met nood moeten verlaten. Wegens al de zombies die zijn gekomen. En dachten ze van, hé, laten we de garage maar gaan openstaan. Dat is makkelijker voor hulpdienst ofzo. We klimmen hier over de muur heen. En we zitten hier op een school en we gaan op zoek naar mensen. En kijken wat hier allemaal te doen is. Ik zeg een dikke vissa, maar dat moet je maar niet te vroeg zeggen. Want wie weet hebben mensen het wel heel erg hier. Dus even kijken hoe ik daar kan komen. Ik hoorde dingen in mijn oren. Wat zijn het? Het klinkt als blueprints of iets. Dus kijken we even op de map. Hoe komen we daar binnen? We zoomen even in. We kunnen niet meer inzoomen als dit. Dus we moeten op zoek gaan naar een ingang. We kunnen misschien via hier naar binnen. Ja, via de raam. Zo, there we go. En dan neem ik aan dat we met de trap naar beneden moeten. Want ze zitten hier in deze school opgesloten. Of nou ja, gescheld, dat zou ook kunnen. Ik word hier gelijk besprongen door een rugbyspeler. In ieder geval, die gozer heeft in ieder geval de deur open gedaan naar beneden. Dus ik kan nu wat makkelijker zien te vinden. Er staat in ieder geval een mannetje hier. Dog. Ik denk dat hij mij wel kan helpen. Get ready to fire. Oké, ik heb helemaal geen vuurwapen. Sorry. Heeft u nog vuurwapens? Ligt hier wat? Is het een vuurwapen? Machine gun pistols. Het is inderdaad een vuurwapen, dus... Laten we eens kijken wat zij allemaal precies kan gaan doen nu. Oh shit. Je loopt wel te lullen, maar ondertussen staan er gewoon guards achter, hoor. Focus niet zo op die singleplayer, focus op die enemies. Nou, de vraag is of ik dit overleef. Het is in ieder geval niet zo makkelijk als ik had gedrukt. Stop de intruders. Hoe kunnen we het beste doen? De minigun is wel super sterk, maar die guards springen de hele tijd weg, waardoor ze geen optimale damage krijgen natuurlijk. Oké. De vraag is waar is de rest? Ik ben op zoek naar de rest, maar
ik zie een nieuwe waypoint volgens mij waar ik heen moet. Dus laat ik die kamer opgaan. Misschien dat we daar de mensen kunnen vinden die ik nog steeds mis. En die ik nog steeds mis. We lopen richting deze deur hier. Of in ieder geval waar ik uit kan springen. Zo te zien een trappetje. Ik denk dat toch echt dat we weer naar boven moeten. Of moet onder ergens een geheime doorgang zijn. Maar ik heb er ergens een beetje een slecht gevoel over. Nee, ik loop nu echt totaal de verkeerde kant op, zie ik al. Ik loop alleen maar verder van die plek. En ik loop hoger het huis in. En het is ergens in de kelder. Ja, hoe gaan we daar komen? Dat is de vraag. Ik denk dat we ergens maar een gat in de muur moeten maken of zo. Ik kijk nog even op de map. Ik kijk op dit moment de verkeerde kant op, dus als ik die kant op kijk. Dan kijk ik achter me, dan draai ik mijn camera en kijk ik die kant op. Dan vind ik inderdaad het gebouw waar ik heen moet. Dus dat we hopelijk over het hek kan klimmen. Ja, natuurlijk kunnen we over het hek klimmen. 20 meter hier vandaan, 18 meter. Ik weet niet precies waar ze zijn, maar ik moet in ieder geval iets gaan zoeken. En ik moet vodka drinken, want anders ga ik dood. Ik word hier weer gegrepen, schudden met mijn controller. En gelijk dat flesje achterover gooien, there we go. Nou moet ik op zoek. Ik moet de intruders stoppen, dus waarschijnlijk moet ik iedereen uit gaan roeien hier. En dan zit in ieder geval deze video erop. Want ik kan niet oneindig doorgaan en jullie motivatie blijft ook meestal niet zo super lang hangen. Als het een video is van 1,5 uur of zo. Maar laten we even snel alles uitroeien hier. Want wat we absoluut niet willen. Oh shit. Ik word in ieder geval goed beschoten. Laat ik snel maar weer een slokje nemen. En er zijn ook enemies die op mij schieten. Ik zie er een met een RPG. Wat me enigszins een beetje bezorgd maakt. En die loopt nu steeds om mij te schieten. Dus laten we alles aan doen om deze gast van RPG uit te schakelen. En niet doodgeschoten te worden. Oké, het zijn in ieder geval 2. En die lopen, zijn goed in boksen, dat weet ik wel. En ik ga toch maar nog een fles vodka nemen. Eens even kijken, er ligt hier ook een blueprint. Ik weet niet of ik hier iets leuks mee kan doen nadat alle guards dood staan. Dit waren in ieder geval de guards die ik tot nu toe zag. Maar misschien zijn er nog meer. Er worden in ieder geval nog steeds flashbangs gegooid. Dus dat maakt me ietsjes minder optimistisch. De pussybeer. Interesting. Eens even kijken, we hebben de gele cirkel waar we de dingen moeten doen. We moeten waarschijnlijk de corpses onderzoeken. Ik word nog steeds aangevallen door deze griezel met RPG die echt gewoon niet slim is. Want waarom zou je in godsnaam met een RPG rondlopen en proberen te schieten van die afstand? Ik heb in ieder geval een achievement geunlocked. En nu is mijn missie get to the communications tower. Maar dat gaan we de volgende video doen. Ik wil iedereen erg bedanken voor het kijken van deze commentaar. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. En binnenkort komt er weer veel meer Dead Rising 3 aan. Ik zeg tot de volgende keer maar weer. En ja, laters.